Goedendag, mijn naam is Domien Andelaar. Binnen het KFPS ben ik actief als voorzitter van de Integriteitscommissie. Daarnaast een groot fan van het Friese paard. Ik heb zelf twee mooie Friese stermerries waarmee we ringsteken, meedoen met draverijen, tochten, etc. En het thema integriteit en Friese paard, dat brengen mij nu hier om u iets te vertellen over dit onderwerp. Maar ik kan me voorstellen dat jullie de vraag hebben, waarom is dit eigenlijk van belang? Waarom is het onderwerp integriteit van belang? Nou, ik denk dat je dan even terug moet gaan naar de basis. Elke groep mensen, en of dat nou een sportvereniging is, wat is een politieke partij, of misschien binnen je bedrijf, of binnen een vereniging als het KFPS, daar is vertrouwen. Vertrouwen tussen mensen is cruciaal. Zonder vertrouwen kun je niet met z'n allen je ergens voor inzetten. En een essentiële randvoorwaarde voor vertrouwen is integriteit. Zonder integriteit is er geen essentieel noodzakelijk vertrouwen tussen mensen. Dus ik vind het ongelooflijk mooi dat ik daar in het kort even iets over mag vertellen. Maar misschien is het goed om even te starten met de vraag, ja, wat is eigenlijk integriteit? Nou, in de kern is integriteit heel eenvoudig. Integriteit betekent dat je bij je handelen je houdt aan de wet, dat je de reglementen en de statuten volgt en in de derde plaats dat je elementaire gedragsnormen en waarden in acht neemt. En daar meer in het bijzonder voor het KFPS. Zoals jullie weten heeft het KFPS een cultuurkaart ontwikkeld waar die normen en waarden verder uitgewerkt zijn. Nou, dan zul je misschien denken, nou, dat is mooi, dat is heel eenvoudig, nu zijn we er. Maar toch kan het in de praktijk nog wel eens heel lastig zijn. En waarom is het in de praktijk lastig? Het is in de praktijk lastig, ik denk vanwege twee redenen. In de eerste plaats moet je eerlijk zijn. In die zin, het is niet altijd zwart-wit. Je hebt nogal eens twijfelgevallen. Kan het net wel? Kan het net niet? Nou, gelukkig is het merendeel van de situaties is het wel duidelijk. Maar er zijn ook situaties waarbij je eigenlijk het van meerdere kanten kunt bekijken en het niet helemaal scherp of zwart-wit is. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat je er ook op een goede manier mee om moet gaan. Ik bedoel heel concreet, je kunt als jurylid, als inspecteur, als lid van de ledenraad, als bestuurslid, kun je met situaties te maken krijgen die wellicht niet in tegen zijn of in ieder geval discutabel. En dan moet je wel weten hoe je daarop reageert. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar goed, in de praktijk, integriteit, waar zit het dan met name? Nou, laten we het even heel praktisch maken. Dat zit denk ik, als we het hebben over het actief zijn binnen het KFPS, dat zit denk ik binnen drie thema's. In de eerste plaats belangentegenstelling. Ik denk dat je er altijd ongelooflijk voor moet oppassen dat je eigen belangen die je hebt, omdat je zelf actief bent met paarden, omdat je zelf paarden houdt of omdat je met iemand samenwerkt die actief is in de paarden. Je moet altijd ongelooflijk oppassen dat de belangen die je daar hebt op geen enkele wijze in strijd komen met de belangen of met je verantwoordelijkheden die je hebt als ledenraadslid, als jurylid, als inspecteur of als bestuurslid. Even heel praktisch, stel dat jij thuis met een paar paarden fokt omdat je een bepaalde hengst altijd gebruikt omdat je daar heel enthousiast over bent. En je moet vervolgens zaterdagmiddag een aantal paarden of veulen jureren die afkomstig zijn van die hengst. Ja, ik denk dat we dan allemaal wel begrijpen dat zou kunnen gaan schuren. Je zou er belang bij kunnen hebben om je positief uit te laten, net wat positiever zeg maar te keuren. En misschien wil je dat niet eens en doe je dat ook niet, maar je kunt wel die schijn opwekken. En dat is op zichzelf ook wel belangrijk. Dus ik denk dat als je het hebt over het KFPS en waar je actief kunt zijn in het thema integriteit, dan is het eerste onderwerp waar je altijd heel alert op moet zijn, dat is belangentegenstelling. Het tweede, dat is het onderwerp giften, cadeaus, tegemoetkomingen.
daar moet je buitengewoon voorzichtig mee zijn. Ik zeg altijd, een gift, een cadeau, dat wordt nooit zomaar gegeven. Dat is nooit vrijblijvend. Degene die jou iets geeft, op welke manier dan ook, verwacht daar vroeg of laat iets van terug. Je moet je ook realiseren, het beïnvloedt je ook. Het beïnvloedt je en je gedrag, je handelswijze ten opzichte van degene die jou iets geeft. Dus als jij actief bent als inspecteur of als jurylid, dan kun jij bijvoorbeeld nooit een korting accepteren van degene waar jij je paarden misschien een opfok hebt. Dan kun jij nooit een korting accepteren van de hengstehouder wiens hengst jij hebt gebruikt. Ik denk dat je er heel alert op moet zijn. Ik weet dat de gedragscode van het KFPS er ook iets over bepaalt met wel of niet 25 euro. Ik ben er heel streed in. Maak het jezelf niet moeilijk. Doe het gewoon heel eenduidig en strak. Ik zou gewoon helemaal niks accepteren. En dan in de derde plaats, als je het hebt over integriteit. Dat heeft te maken met gedrag. Je moet, als jij actief bent voor de KFPS, vind ik, moet je van onbesproken gedrag zijn. Waarom? Je neemt hele belangrijke besluiten, je neemt belangrijke beslissingen. Daarvoor is vertrouwen noodzakelijk, daarvoor is draagvlak noodzakelijk. Dan kan het niet zo zijn dat op een bepaalde manier jouw gedrag ter discussie staat. Heel praktisch, gewoon niet gaan drinken als jij inspecteur of jurylid bent, ook trouwens ledenraadslid of bestuur, als jij in functie bent. Overigens denk ik, niet alleen wanneer je in functie bent, maar je zult je ook op een, ja, toch van redelijk onbesproken gedrag buiten je functie moeten zijn. Omdat mensen je prestaties binnen het KFPS ook afmeten aan hoe jij je buiten het KFPS opstelt en gedraagt. Nou, dan kun je afvragen van, goh, heel belangrijk onderwerp, ik heb voorbeelden genoemd. Doet het KFPS nou voldoende? Zijn we er? Nou, ik denk dat het enerzijds anderzijds verhaal is. Ik denk dat KFPS de afgelopen jaren heel veel tijd, energie gestoken heeft in het onderwerp integriteit. Ze hebben een mooie cultuurkaart gemaakt. Ze hebben een hele duidelijke gedragscode gemaakt. Ze hebben een integriteitscommissie in het leven geroepen. Dus de basis ligt er. Maar ik zou heel uitdrukkelijk willen adviseren om nu een volgende stap te zetten. En geen theoretische beschouwingen, geen wetenschappers, geen goeroes die er nog van alles en wat over kunnen vertellen. Nee, mijn uitdrukkelijk advies zou zijn, ga er nu ook mee aan het werk. Ga er mee aan de slag. Ga ze trainen. Even heel praktisch, we hebben een opleiding vanuit KFPS als jurylid. Die duurt 3-4 jaar. Mijn heel uitdrukkelijk advies zou zijn om daar een module integriteit in te bouwen. En dan die gedragscode, die cultuurkaart gewoon te bespreken. Met de mensen, met de cursisten, met de mensen die aan die opleiding deelnemen. Heel praktisch de vraag van, goh, dit is de gedragscode, dit is de cultuurkaart. Waar zou je in de praktijk problemen kunnen ondervinden? Of heb je al problemen ondervangen? En hoe los je dat op? Nou, dat geldt niet alleen voor de juryleden. Ik denk dat zo'n exercitie op alle niveaus gevolgd zou moeten worden. Bestuur, ledenraad, juryleden, inspecteurs, nou, dan zal ik er nog een paar groepen ook vergeten. Maar al die groepen gewoon trainen, oefenen. Wat betekent de cultuurkaart? Wat betekent de gedragscode voor ons? En hoe gaan we daar mee om? Nou, ik ben ervan overtuigd dat als je dit doet, alles waar je aandacht aan besteedt gaat groeien. En ik ben er ook van overtuigd dat als je dat vanaf nu gewoon heel praktisch oppakt, dat je steeds verder komt qua integriteitsniveau. En ik ben er heilig van overtuigd dat je over een paar jaar zeker op het niveau zit waarop je wilt zitten. Nou, dat zou mijn uitdrukkelijk advies zijn aan het KFPS. En in de weg daar naartoe wens ik hen ook heel veel succes. En ik dank jullie voor je aandacht.